een totale ravage. En ja, je ziet dat het echt gewoon. Dit is de reden waarom het zo lang heeft geduurd. Na een coronacrisis en een allesverwoestende brand in februari konden deze restauranteigenaren na 5 maanden verbouwen eindelijk weer open. Tenminste, dat dachten ze. Nog een klein beetje ongeluk erbij, want ja, ze kwamen dan eindelijk voor de nutsvoorzieningen, maar helaas hebben ze de hoofdaansluit niet kunnen vinden. Dus we moeten nog een klein beetje wachten, maar we hopen toch dinsdag echt aangesloten te worden. Dat is natuurlijk wel belangrijk om zo snel mogelijk open te gaan. De eigenaren hebben veel steun gekregen van vaste gasten en de mensen staan te popelen om weer naar binnen te mogen. Meneer, u komt hier naar binnen rijden? Ja. Waarom is dat? Oh. Interesse. Maar het restaurant is nog niet open, hè, meneer? Dus misschien toch even met het karretje nog naar buiten? Dat is te zien. Maar ik hoop dat binnenkort de tafeltjes druk bezet zijn. Als we hier zijn, dan hebben we misschien 20 gesprekken op een dag. Altijd leuke berichten gehad. Veel steun, ja, als we wat kunnen doen. Ik ben niet heel handig, maar misschien kan ik iets meehelpen, tillen of iets. Dat is echt gewoon leuk om te horen. Helaas zijn er op het Marsmanplein, waar hun restaurant gevestigd zit, ook wel eens vervelende hangjongeren. Maar daar maken zij zich geen zorgen over. We hopen als wij straks open gaan, dat het plein wel vooruitgang zal krijgen. Dus dat het ook wel allemaal minder zal worden. Dat hebben we nu ook al met ze besproken. Van jongens, we gaan straks open, dus houd er rekening mee. En we geloven erin dat dat ook gaat gebeuren.